We gaan het hebben over de grote bouwput die het centrum van Gennep 3 maanden lang geteisterd heeft. Niemand zal het ontgaan zijn dat er heel, heel hard gewerkt is. Naast mij staat de persoon die daar verantwoordelijk voor is, de projectleider Rob Verstappen in dienst van de gemeente. De gemeente heeft gekozen voor het project als een verblijfplaats voor alle verkeersdeelnemers. Waarom dit systeem en dit concept? Ja, nadat de gemeente besloten heeft om af te zien voor het geheel afsluiten van dit gebied, dus de Brugstraat, de Zandstraat richting de Zuidoostwal, is er gekeken samen met de omgeving, dus met ondernemers, met mensen die daar wonen en andere weggebruikers, naar een manier waarop al dit soort gebruikers van de openbare ruimte een eigen plek kunnen krijgen in dit gebied. Daarmee toch de verbindende factor kunnen krijgen van de oude binnenstad richting het Europaplein. In het verleden was de bedoeling de weg af te sluiten met verzinkbare palen. Dat ging toen niet door, omdat we toch vonden dat het verkeer er doorheen moest kunnen. Dus er moest een ontwerp komen waarbij de omgeving op een bepaalde manier werd ingericht, waarbij de verblijfskwaliteit de focus had boven de verkeerskwaliteit. Ja, het verschil in gebruik is niet zo groot. Hè. De gemeente wilde graag een verbinding leggen tussen de historische binnenstad, het funshoppen en het runshoppen, wat meer geconcentreerd is richting het Europaplein. Daarbij moest wel het verkeer wat er doorheen ging ook nog steeds er doorheen blijven gaan in de nieuwe situatie. Wat ze daarbij willen doen is graag het sfeerbeeld, de impressie van dat gebied verhogen, zodat de uitstraling verbetert, zodat de mensen die in Gennep een bezoekje komen doen en de mensen die daar wonen op een andere manier gebruik gaan maken van deze openbare ruimte. En dat ze dus zich niet alleen blijven concentreren in het winkelend gebied van de Zandstraat, maar dat ze ook eens een kijkje gaan nemen richting de Stadsherberg en het Europaplein. Er is bewust voor gekozen om alle zebrapaden hier weg te halen, omdat we vinden dat de voetganger overal kan en mag oversteken. En als het verkeer zich aanpast aan de omgeving en dus langzaam rijdt, dan is die mogelijkheid er ook om overal over te kunnen steken. Hooguit dat je af en toe een keer moet wachten tot het hiaat in de verkeersstroom groot genoeg is. Het begint er heel mooi uit te zien. Niet zo lang geleden is een nieuwe gemeentegids uitgekomen. Daar hebben de mensen mijn e-mailadres in gevonden en ik krijg daar heel veel reacties op. En over het algemeen beginnen ze, wat wordt Gennep toch mooi? En ik kan dat alleen maar bevestigen. En daar zijn er dan ook nog wel wat aandachtspunten waar ze aandacht voor vragen. En daar antwoord ik dan op dat we dat gaan meenemen in een evaluatie, straks indien nodig. Het beleid wat de gemeente Gennep in navolging van een heleboel andere gemeenten in Nederland doet, is het afkoppelen van hemelwater. De regen die in dit gebied valt, die werd voorheen opgevangen in een gezamenlijk riool, wat op een gegeven moment afgevoerd wordt na de waterzuivering. In de nieuwe situatie, het afkoppelen, is dat niet meer het geval. De regen wordt afgekoppeld in een apart systeem, een hemelwatersysteem. Daardoor blijft de regen die op die locatie valt ook op die locatie en kan het op de plek in de bodem infiltreren. Het voordeel daarvan is dat de waterzuiveringen een minder hoeveelheid water te verwerken krijgen. En daarbij komt het de grondwaterstand en de natuur, flora, fauna ten goede. In principe wordt het hele hart van Gennep wordt één grote blauwe zone. Dus er komen een aantal parkeervakken voorzien van een blauwe streep waar je maximaal 2 uur mag parkeren. De langparkeerders die worden eigenlijk gewoon verwezen naar de grote parkeerterreinen eromheen. Denk aan het Martinushof, het straatje en het Europaplein. En voor de rest komen er geen parkeerplaatsen in het hart van Gennep. Na het maken van en het ontwikkelen van deze plannen en in samenspraak met de klankbordgroep en de gemeenschap van de gemeente Gennep is er gekeken naar een partij die dit zou kunnen doen, een uitvoerende partij, een aannemer. Dat zijn er een aantal in Nederland. Binnen het aanbestedingsbeleid van de gemeente zijn er een aantal aannemers geselecteerd, uitgenodigd om in te schrijven. En daarbij hebben wij van tevoren gevraagd een plan van aanpak in te dienen door de aannemers, waarin zij aangeven hoe zij denken dit plan uit te gaan voeren.
Een aantal zaken waarin wij heel kritisch gekeken hebben als gemeente is de omgang van de aannemer naar de omgeving toe. Dus hoe ga je om met communicatie, hoe ga je om met wegafsluitingen, hoe zorg je ervoor dat de overlast die we met z'n allen krijgen tot een minimum kunnen beperken. En nou, dat hebben de inschrijvende partijen, daar waren in totaal 5 aannemers in een plan van aanpak dus omschreven. En de firma Gebra blonk daarin uit door met name ja, de aanpak, de communicatie, maar ook de planning, de snelheid waarmee zij het werk kunnen maken. Laden lossen is toegestaan, want laden lossen is niet hetzelfde als parkeren. Maar het betekent wel dat het van korte duur is en eigenlijk onmiddellijk de spullen in- en uitladen en dan weer wegwezen. Dus dat mag in het hart van Gennep. Nou, dat mensen nog niet weten precies weten waaraf en waaraan en hoe zich te gedragen. Dus voetgangers die staan te kijken, zou ik hier wel over kunnen steken of niet over kunnen steken. En dan al automatisch het oogcontact zoeken met de automobilist of de fietser. En dat is juist de bedoeling van deze inrichting. Pinnen wordt niet gezien als parkeren, dus het valt een beetje in het grijze gebied. Het valt een beetje onder het laden en lossen, waarbij je onmiddellijk gaat pinnen en weer verdwijnt. Dus dat is dan toegestaan en ook daar is een ruimte gecreëerd dat er een auto kan staan. Ja, de reden waarom dat deze manier is ingericht is puur een architectonisch verhaal. Dus door een landschapsarchitect gekeken naar hoe je deze manier, dit gebied op een zo goed mogelijke manier kunt inrichten. Daarbij gebruik maken van materialen die aansluiten bij de rest van het gebied. De historische kern van Gennep heeft dus gebakken materialen en natuursteen. Nou, de trend van gebakken spul hebben wij zoveel mogelijk doorgezet. Het grote plein wat nu uitgevoerd wordt in gebakken klinkers wordt weliswaar doorbroken door een grote fontein die daar straks komt. En die fontein wordt omlijst door natuursteen. Dat doorbreekt een beetje de rode massa. En dat leidt tot een gewenst eindbeeld. In principe dient gewoon iedereen zich aan de landelijke verkeersregels te houden. En in dit gebied betekent dat rechts heeft voorrang met uitzondering van de 2 uitredconstructies. Vanuit de voetgangerszone en vanuit de Zuidwal. Verder is het gewoon belangrijk dat de automobilist zich te gast voelt en ook zo gedraagt. Door langzaam door het gebied te rijden en voetgangers in sommige gevallen voorrang te geven met oversteken. En dat heeft vooral te maken met waarden en normen. Want dat is geen regel, maar dat moet je zo toepassen.